dames en heren. En van harte welkom bij de Medische Publieksacademie Twente. Wat fijn dat u er bent. We hebben een volle bak. Dus we zitten zelfs in de vensterbanken. Hoe fijn is dat? Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Carla Honing en ik ben vanavond jullie gastvrouw. Ja, het Medisch Spectrum Twente, deze publieksacademie. Ze hebben een missie. En die missie is medische onderwerpen en ook het MST dicht bij ons brengen. Open en transparant. En dat gaan we vanavond ook weer doen. En het thema van deze avond, en het is u niet ontgaan, dat is het hart. Ons hart, dames en heren, dat is een symbool voor liefde en voor leven. En ons hart is natuurlijk de motor van ons lichaam. En wees eens eerlijk. We zijn vaak zuiniger op de motor van onze auto dan op onze eigen motor. En als er dan iets met je hart aan de hand is, dan is dat natuurlijk hartstikke spannend. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan het hebben over preventie, over zorg, over behandelingen. En dat gaan we doen met vier zorgprofessionals. Vier professionals die met hart en ziel bezig zijn met hun vak en met hun patiënten. En we hebben zo dadelijk twee lezingen voor de pauze. Dan is de pauze, kunt u even lekker bij alle kraampjes langs. En na de pauze hebben we ook weer twee lezingen. En daarna is het uw beurt. Dan kunt u hier in de zaal een algemene vraag stellen. Heeft u nou een persoonlijke vraag voor een van de artsen of voor de verpleegkundigen, kunt u die in de afloop stellen. Of hier in de zaal of in de foyer. Nou, zover is het nog niet. We gaan eerst eventjes, en dat is een beetje het format ook van deze avond. We gaan eerst even kennis maken met de sprekers. En ik ga even iemand uitnodigen hier bij mij. En hij zit hier vooraan, dat is lekker makkelijk. En dat is dokter Verhorst. Wilt u even applaus voor dokter Verhorst? Ja, wat fijn dat u er bent. Cardioloog. Dat betekent dat u bent geneeskunde gaan doen. En op een gegeven moment dacht u, ik wil heel graag cardioloog worden. Wanneer was dat moment? Toen was ik nog niet afgestudeerd als dokter en het hart interesseerde mij enorm. Omdat je vooral met je stethoscoop doet het luisteren naar de patiënt en zowel naar wat hij zegt als naar zijn hart een diagnose kan stellen. En dat we eigenlijk ook de diagnostiek, maar ook de behandeling helemaal aan eigen hand hebben. En dat sloot mooi aan bij wat ik graag wil. Dan denk ik altijd, cardioloog, dat is best een beetje een technisch vak. Was u nou ook vroeger zo'n jongetje die met mechanodozen en met snoertjes en batterijtjes altijd lekker een beetje zat te prutsen en te rommelen? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb gewoon zelfs ateneum aangedaan, dus de zalenskunde ooit. Dus nee, totaal niet technisch zelfs. Mijn collega misschien wel, maar ik helemaal niet. Meer beschouwend. Als u nou 's middags naar huis rijdt, hè, waar wordt u nou blij van? Ik word blij van het feit dat we het verschil hebben kunnen maken in het leven van mensen. Dat is natuurlijk hopelijk vaak in goede zin, maar kan soms ook in slechte zin. Daarom moeten we elke dag weer waakzaam zijn en geconcentreerd aan het werk gaan. En het is ook belangrijk dat we thuis, als we thuis komen, dat we ons af kunnen zetten en kunnen ontspannen om de volgende dag weer met volle energie aan het werk te gaan. Ja, want ontspannen, dat is nodig, zegt u. Maar hoe ontspant u? Nou ja, ik hoef niet zoveel te vertellen, maar ik heb thuis een hele dierentuin die waar ik voor zorg nog. Dus dat is voor mij een ontspanning als ik thuis ben, tussen mijn dieren. Tussen mijn dieren. Even een klein tipje van de sluier. Wat voor dieren moeten we dan denken? Ja, het zijn de honden, geiten, schapen en 3 ezels. Ezel? Veel overeenkomst tussen de assistent die ik opleid en de ezels. Oké, zitten hier assistenten in de zaal? Nee, geen handwerk. Maar wel bijzonder ezeltjes. En dat heeft ook uw hart gestolen dus. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk belangrijk dat je beweegt als hartpatiënt, ook om te voorkomen dat je hartpatiënt wordt. En ik heb elke dag mijn biofitness met de ezels. Biofitness, dat is een hele mooie om die mee te nemen. Dankjewel, u bijt zo dadelijk het spits af. Ik ga eventjes, ga vast lekker daar staan. Ik ga natuurlijk ook even praten met de tweede spreker die voor de pauze optreedt, als ik het zo mag zeggen. En dat is dokter Scholten. Dokter Scholten, mag ik u uitnodigen? Kom even lekker bij me staan. Ja. Nou, het applaus heeft je vast binnen. Ik kan weer gaan zitten. En nog niks gedaan, ja. Dokter Scholten, ook even voor u, hè. Geneeskunde.
Was dat al heel vroeg dat u dacht, ja, ik wil later dokter worden? Nee, dat is eigenlijk pas gekomen in de laatste fase van de middelbare school. Als je een keuze moet maken over wat je gaat doen. Ik had daarvoor allerlei andere ideeën wat ik ging doen, van Frans tot geschiedenis. Maar ik wilde, ik ben toch ook wel een beetje een better man. Ik wilde gewoon een mix tussen iets concreets en iets sociaals. Dat heeft gekozen, is ook de keuze voor geneeskunde is dat geworden. Overigens is keuze voor geneeskunde ook een uitstel van keuzes, want daarna moet je natuurlijk weer een hele hoop keuzes maken. Dus misschien was dat ook wel een beetje zwak. En wanneer kwam voor u het moment dat u dacht, ja, ik word gewoon cardioloog? Want toen ik in aanraking kwam met de kliniek, was al heel gauw duidelijk dat ik toch voor een heel groot deel ook een beschouwend iemand ben. Dat ik graag nadenk over problemen en dan naar oplossingen zoek. En binnen de cardiologie is het fraaie dat je vaak dat analyseren, dat nadenken over wat er aan de hand is. Plus wat je daar kan doen, dat is vaak gecombineerd. En dat maakt dat vak wel heel mooi, vind ik. Het is een doen- en een denkvak. Ja, tegelijkertijd, ja. Maar ook een mensenvak, want je hebt veel contact met patiënten, toch? Ja, dat is het grootste. Altijd. Ja. En waar wordt u nou blij van? Ik stel even ook aan u die vraag. U gaat naar huis vanmiddags. U rijdt naar huis. Waar gaan uw ogen van stralen? Ik fiets naar huis. Dat is denk ik ook. Kijk. Dat is ook wel een advies. Waar ik echt blij van word is als je toch weer merkt dat je in zo'n tent als deze met collega's iets kunt betekenen voor de mensen. En als er iets is, als er een calamiteit is of zo, al die collega's zijn er meteen. En daar is ook geen twijfel over. Dat maak je dus meerdere keren mee en dat is prettig. Een team met een groot hart. Ja, nou, heel toepasselijk. Dank u wel. U mag zo dadelijk. Geef hem een warm applaus. Het woord is aan u. Aan mij de eer om de spits af te bijten vanavond. Ik zal vanavond twee keer presentatie houden en ik zal beginnen om iets te gaan vertellen over het hart. En de hart, de motor van je lichaam. En het is inmiddels na 6 iedereen heeft gegeten en als het dit uitgaat, op dit tijdstip wordt iedereen een beetje slaperig. Dus het begint een beetje swingend. Als u het niet erg vindt, of het hoop dat het allemaal gaat werken. Oh, voor ik het vergeet, we hebben ook nog dit gekregen trouwens. Dit zijn waarmee je kunt stemmen, een rode en een groene sticker. En ik moet gewoon een vraag stellen nu. Ik moet even wat meer licht hebben in de zaal. Gaat dat nog of niet? Groen betekent dat u het mee eens bent en rood is niet waar. En de vraag is eventjes, het hart klopt 10.000 keer per dag. Is dat juist of onjuist? Juist of onjuist? 10.000 keer per dag. Een hoop groen, enkele rood. Goed, die groen hebben gezegd moeten blijven zitten, die moet nog wat leren. Die rood mag ook blijven zitten hoor, maar het hart klopt 100.000 keer per dag. Dus best veel. Bedankt voor het. Later niet wat anders, dus we gaan ook wel moeizamer. Het is elke dag hetzelfde in dit ziekenhuis. Maar goed, Rob de Nijs, ik vond het een leuke introductie voor het hart. Het hart gaat ook over liefde, daar gaat het liedje ook over. Maar er zijn wel altijd dingen die hij zegt in dat liedje, of zingt in dat liedje. En er zijn vaak, de mensen die vaak bij ons komen, zijn ik vaak bang dat ze iets aan hun hart hebben. En als ze ooit iets aan hun hart hebben gemarkeerd, ook voor de dagen die erna komen. En dat verwoord je steeds hier. En soms is het zo slecht dat je zoveel klachten hebt dat het hart zich tegen je keert en dat je medische zorg nodig hebt. Nou, het gaat ook over, dat zit hij ook. En dat is ook iets wat we allemaal graag doen, maar niet altijd even gezond is voor je hart. En er is maar één ding dat je niet er in de hand hebt, zingt hij. Er is geen banger hart dan dat van mij. En hij zingt uiteindelijk, ik wil meer zekerheid dan dit.
Ja, dan is de logische stap. Dat kan even klaarmaken voor ons centrum. En toen ik hier kwam in 1997, moesten wij onze patiënten nog in acute gevallen overplaatsen naar Nieuwegein. En dat ze vaak meer dan een uur in het ziekenhuis, in de ziekenauto lagen, voordat ze de adequate zorg kregen. En dat de hele dag hier kan, dat is echt voor ons een zegen, maar voor onze patiënten een zegen. En, we zijn natuurlijk dagelijks in de weer. Collega Lynch en ik hebben van het weekend dienst gehad. En dan sta je om 1 uur 's nachts met 5 specialisten over 1 patiënt na te denken wat je het beste kan doen. En wat de collega Scholten net zei, dat geeft een geweldig goed gevoel dat je op een goede manier bezig kan zijn. Dat je ieder de zorg kan bieden die hij verdient. Heel belangrijk is ook de verpleging die aansluitend zorgt voor het herstel. En uiteindelijk, wat er op de lijst zingt dan, er is geen sterk hart. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat we graag willen, dat we met een sterk hart weer naar huis gaan. En het ziekenhuis uitgaan. Ik ga even iets vertellen over de anatomie van het hart. Dat u een beetje weet waar het vanavond over gaat. Wie ziet in dit plaatje? Ik zal even kijken of mijn pointer het doet. Ja, die komt in beeld. Even heel in het kort. Het bloed komt uit je hoofd en uit je benen. Via dit bloedvat in de rechterkant van je hart, in de rechtervoorkamer van je hart. Ik zal er zo nog iets meer over laten zien. Dan gaat het bloed vanuit de rechtervoorkamer van je hart, dat is het zuurstofarme bloed, komt het in de rechterharthelft. En de rechterkamer van het hart, die pompt het bloed via de longslagader naar de longen toe. Dat zijn die 4 blauwe bloedvaten die je hier ziet, dat zijn dus zuurstofarm bloed. Door de longen krijg je door de ademhaling, krijgt het bloed zuurstof. En het zuurstofrijke bloed komt via de achterdeur, zeg maar, via 4 bloedvaten weer in de linkervoorkamer van het hart. Het linker atrium ook wel genoemd. En via een klep komt het in de linkerharthelft terecht. En dat is ook het deel van je hart waar je hartinfarct kan oplopen. Dat is het belangrijkste deel van je hart, de pomp. De belangrijkste pompfunctie van je hart, de linkerkant. En die pompt het uiteindelijk het zuurstofrijke bloed weer de lichaamsslagader in de aorta. Om het lichaam van zuurstofrijk bloed te voorzien. Net zoals elk orgaan, of dat nou een nier is, of een stuk bot of iets dergelijks, dat heeft doorbloeding nodig. En het hart is een motor en elke motor heeft benzineleidingen. En zo heeft het hart ook behoefte aan zuurstof en aan bloed. En dat bloed en dat zuurstof komt via 2 kransslagaderen naar je hart toe. Ze heten kransslagaderen omdat ze ook werken als een krans om je hart heen liggen. Ieder mens heeft er 2. Een rechter kransslagader die naar de onderkant gaat van je hart en de linkerkransslagader die naar de voorkant gaat van je hart. En die linker bestaat dan uit 2 delen, eentje die naar achteren gaat en eentje die naar voren gaat. Dus 1 van rechts en eigenlijk 2 van links. Dus iedereen heeft er eigenlijk 3. En het hart wordt ook aangestuurd, want het hart klopt, wat ik net zei, een aantal keren per minuut per dag, je hele leven lang. En dat wordt aangestuurd door een soort elektrische knoop, die zit hier in het dak van die rechterboezem waar de bloed arriveert uit je hoofd en uit je been. En die vuurt echt maar gemiddeld als je hartslag rustig is 60 tot 80 keer per minuut. En die prikkel wordt langzaam voortgeleid naar de onderkant van je hart, waardoor het hart de hele dag samentrekt. Ik heb daar nog even een animatiefilmpje over, daar kunnen we nog wat verder toelichten. Het hart is ongeveer een vuist groot. En we gaan langzaam naar binnen toe. Er komt geen bloed bij, dus niemand zal flauw kunnen vallen. En het hart gaat weer open. En ik weet niet of mijn pointer het hier doet. Ja, een beetje wel. Dit is de rechterboezem van je hart. Dus de bovenkamer van je hart noemen we dat ook wel. Of het rechter atrium. Dit is de rechterkant van je hart en de linkerkant van je hart, wat ik net zei. En het bloed gaat hier vanuit de rechterkant van je hart via de longslagader naar de longen toe. Dus dat is dus zuurstofarm bloed. Uit de aders komt dat, het adellijke bloed. Er zijn een aantal kleppen, 4 kleppen, 2 aan de rechterkant en 2 aan de linkerkant. Nogmaals, hier zie je dat het bloed van boven komt en van onder komt. Gaat via deze klep, die heet de tricus medialis klep. Je ziet dat hele ingenieuze zeiltjes met spiertjes via deze klep de longslagader in. En dan komt hier weer terug, het zuurstofrijke bloed gaat via deze klep het hart in en via de andere klep weer de lichaamsslagader, de aorta. Dus steeds van rechts naar links, adellijk bloed en slagadelijk bloed. Zuurstofarm, zuurstofrijk. Dat is wat steeds gebeurt.
We gaan het vanavond ook nog hebben over een van de kleppen. En dat komt hier in beeld. Dat is de klep die zit tussen de linkervoorkamer, de linkerboezem van je hart en de linkerkant van je hart. Je ziet dat het een soort zeiltje is met spiertjes. Daar kom ik in de loop van de avond nog op terug. En dit is de aortaklep. Die is drie slipjes waarbij het bloed, dus het lichaam slagader ingaat. Het hart heeft dus, wat ik u net zei, twee kransslagaderen. En die kunnen we met behulp van een hartkatheterisatieonderzoek in beeld brengen. En dan zie je dat die rechter kransslagader om het hart heen loopt. En hier aan de voorzijde de twee linker kransslagaderen, eentje die naar voren gaat en eentje naar achteren gaat. Als er bloed van dik gaat zitten, krijg je dus geen bloed, dus geen zuurstof in dat deel van je hart. En loop je dus een hartinfarct op. Nou, daar gaat het vanavond niet over, maar dat u dat even weet. Hier zie je nog een keer dat prikkelgelijksysteem, dat is die elektrische knoop die vuurt. 60 tot 80 keer per minuut dat het hart daardoor klopt. En het is een soort elektrische bedrading van het hart, waarbij de prikkel wordt voortgeleid naar beneden toe. Waardoor het hart in staat wordt gesteld om gewoon de hele dag kloppend, uw leven lang, u van dienst te zijn. Die elektrische bedrading, daar zal op de school later op de avond nog iets meer over vertellen. En zo zie je dat het hart, synchroon, dat de twee harthelften, die trekken in principe tegelijk samen met elkaar. De linker en de rechter harthelft. Dus dat even in het kort. De anatomie van het hart, de bloedvaten van het hart en de prikkelvorming van het hart. Deze mevrouw, u mag de leeftijd raden, maar ze is ook meer dan 100 jaar oud. En ze rijdt nog steeds auto. Ik hoop niet in de buurt van waar ik woon, maar... Het is zo dat als je vandaag 60 jaar oud bent, heb je tegenwoordig een 50% kans om de 90 te halen. Dus de mensen worden steeds ouder. En ook onze patiënten worden steeds ouder. En het is vaak zo dat de patiënt zegt van nou, ik kan niet meer zoveel omdat ik zo oud ben. Terwijl dat misschien komt omdat er een hartprobleem ligt. En dan is het reden voor nadere zorg. En de leeftijd is in principe geen reden voor ons om niks te doen. Ik denk echt aan hoe vitaal iemand is of we doen besluiten om wel of niet nog in te grijpen. Dat kan zelfs nog boven de 90. Er wordt vanaf, ik weet niet of u het weet, maar vanaf 1840 wordt geteld hoe oud wij worden. En ik kan dit grafiekje het beste laten zien. Hieronder staat de jaartelling. In 1840 is men begonnen. En dit is de leeftijd van 0 tot 90. En we worden nog steeds elk jaar 3 maanden ouder. En de lijn buigt niet af. Dus de verwachting is dat we de 125 gaan aantikken. Ik weet niet of je daar zin in heeft, maar als je met 65 bij pensioen gaat, dan heb je in ieder geval heel wat jaartjes op de hoed. Deze meneer is 100 jaar, die gaat er elke dag waterskiën. En het is zelfs zo dat de 100-jarigen de snelst groeiende populatie zijn in de wereld. Dit is in Amerika, getalletjes mag het even vergeten, maar wat u hier ziet, dat er in het jaar 2000... waren er 72.000 100 jaar in Amerika. En mijn verwachting is dat in 2050, dus met een aantal jaren, meer dan 800.000 100 jaar in Amerika leven. En nog even iets te vertellen over preventie. Men heeft gekeken waar leven nou al die hele oude mensen. Men heeft gekeken, het schijnt dat in Sardinië, Italië, in Japan, in Okinawa en bij een religieuze beweging in Amerika, de oudste mensen wonen. En hebben ze gekeken, wat is nou wat hun, waar zijn ze zo oud zijn, wat hebben ze nou gemeen met elkaar? Nou, je ziet dat die Japanners, dat levenslange vriendschap heel belangrijk is, kleine beetjes eten, dat is iets wat wij natuurlijk niet kennen als Nederlanders, een doel in je leven hebben, de Adventisten linksonder gezond eten, een dag van rust, dat kunnen wij ook nog een voorbeeld aan nemen als dokters, dat je een bepaald geloof hebt, de mensen uit Sardinië boven, rode wijn, met mate staat er ook. Het werk delen met anderen is ook voor ons belangrijk. Maar wat ze vooral in het midden allemaal gemeenschappelijk hebben is niet roken. Familie is heel erg belangrijk om oud te worden. Actief blijven, sociaal betrokken blijven en gezond eten. Vooral geen mensen, of geen dieren van mijn boerderij op eten, maar gewoon fruit, groenten en tarwe. Dit is een collega chirurg die links staat, die is 92, die staat nog te opereren, die bij ons ook is. Maar zo vitaal kunnen ze zijn. Vanavond gaan we het niet hebben over pijn op de borst.
Maar de borst wat vaak wordt veroorzaakt dus door vernarmen van die bloedvaten van die kransslagaderen van het hart. We gaan het hebben over ritmestoornissen. Ik kom nu even een eng plaatje, maar dan zien we op de operatiekamer het optreden van een hartstilstand, het ventricul fibrilleren, waarvoor tegenwoordig al die defibrillatoren overal hangen. En wat er gebeurt is dat het hart in plaats dat het klopt, echt gaat fibrilleren, elektrisch stilstaat en uiteindelijk tot stilstand komt. Hou vast. Je ziet het hart, en plotseling begint het te trillen. Het blaast op als het ware. En dit is allemaal gecontroleerde toestand op de operatiekamer, dit gebeurt expres, maar uiteindelijk komt het hart tot stilstand. Nou, dat willen we natuurlijk alle tijden voorkomen. Het prikkelgeleidingssysteem heb ik al iets over verteld. Dr. Schot gaat daar zo meer over vertellen. En later op de avond komen ik en dokter Lynch in die volgorde terug over de behandeling van lekkende hartkleppen. En die geven vaak klachten van kortademigheid en vocht bij de longen. En waar we het vanavond met name over gaan hebben, is de klep die zit tussen de linkervoorkamer van je hart. Waar dus het zuurstofrijke bloed komt uit de longen, komt in de linkervoorkamer, de linkerboezem. En via deze klep, de mitralisklep, dat zal ik later nog noemen, die zit tussen de linkerboezem en de linkerharthelft. Als die gaat lekken, dat klachten kan gaan geven van kortademigheid. En wat kunnen we daar tegenwoordig aan doen binnen dit centrum? Dat is even wat ik allemaal wilde vertellen. Ik hoop dat het niet te snel ging, dat het een beetje duidelijk voor u was. En dan draag ik graag de microfoon over mijn collega, dokter Schot. Goedenavond allemaal. Fijn om te zien dat er zoveel belangstelling is voor ons vak. Nou heeft ook iedereen een hart, dus dat scheelt. Ik wil het vandaag hebben over een ritmestoornis die boezemfibrilleren heet. Net over de grens heet het voorhoofd flimmeren, wat ik eigenlijk een heel mooi woord vind. Maar goed, we zijn in Nederland boezemfibrilleren, oftewel atriumfibrilleren. En atriumfibrilleren is een ritmestoornis waarbij je hart onregelmatig gaat kloppen. En dat is niet zeldzaam. Als je de 50 gepasseerd bent, heb je 25% kans in de rest van je leven deze ritmestoornis. Het is dus heel veel voorkomend. En vandaar dat we het toch wel belangrijk vonden om daar eens wat over te vertellen. Ik ga dat uitleggen zoals ik dat op de polykliniek doe. Dus u bent allemaal mijn patiënt en ik ga u uitleggen wat boezemfibrilleren is. Het zal misschien hier en daar wat te simpel zijn, maar dan weten we het over hebben. Nou, ons hart heeft twee boezems. Dat moet heel kort aan vast zitten, maar dat is niet zo. Dat zijn de twee bovenste gedeeltes, de twee boezems. En daaronder zitten twee kamers. We hebben rechter en linker boezem. En rechterkamer en linkerkamer, dat heeft mijn collega Voorst net laten zien. De boezems die ontvangen het bloed. En vervolgens gaan de kamers het uitpompen, dat bloed. En dat gebeurt niet vanzelf, daar is iets voor nodig, er is een regelmechanisme voor nodig. Ik noem dat even het elektrische systeem van het hart. En de elektrische activatie, want zo praten we daarover, begint bij de sinusknoop. De sinusknoop zit in de rechterboezem, dus een klein gedeelte van de boezem die in staat is om stroom te maken. En die stroom die verdeelt zich over de boezem. En als de boezem als het ware van stroom is voorzien, knijpt de boezem samen. En die sinusknoop staat in nauw contact met onze hersenen. Als we slapen, gaan de prikkeltjes slaap naar beneden en dan gaat het hart 50 keer per minuut. Zijn we boos op iemand, dan gaat de prikkel boos naar de sinusknoop en gaan we 150 keer per minuut. En zo werkt dat. Dus de sinusknoop maakt stroompjes afhankelijk van de behoefte. En die stroompjes gaan over de boezem en dan knijpt de boezem. Het gevolg is, dat er stroom over de boezem is gegaan, dat de boezem samenknijpt en de boezems pompen dan het bloed naar de kamers. Die stroom die voor nodig is om die boezem te activeren, die kan maar op één plek, en dat is wel belangrijk, maar op één plek tussen de boezem en de kamer, voortgeleid worden naar die kamers. Ik heb dat hier getekend als een bolletje met een trappetje. Wat bedoel ik daarmee? De enige plek waar de stroom van de boezem
naar de kaapkant, maar wel met wat vertraging, vandaar dat trappetje. Als de stroom dan in de kamers is, gaat die stroom snel over de kamers en knijpt de kamers samen. Dan hebben we wat we willen hebben, stroompje over de boezem knijpt samen, even wat vertraging, zodat het bloed de tijd krijgt om van boezem naar kamer te gaan, en vervolgens activatie van de kamer en samenknijpen van de kamer. Dit ritme noemen we het sinusritme, en dat komt dus van de sinusknoop. Nou, dit werd net met hele enge bliksemschichten in het hart zichtbaar gemaakt, maar hier zie je dat, hier bovenaan zit de sinusknoop, en dan zien we dat geleidingssysteem waardoor dat snel naar de kamers gaat. Die stroom die over het hart gaat, kunnen we zien. Niet dat wij nou röntgenoogjes hebben, maar die stroom kunnen we opvangen met plakkers of zuignapjes op de borst. Die stroompjes worden versterkt en dan krijg je wat heet het ECG of het hartfilmpje, zoals we daar vaak over praten. Dus het hartfilmpje is niks anders dan een weergave van de stroom die over het hart gaat. Nou, dat is een Nederlandse uitvinding, dat is toch wel leuk om een keer te horen. U kent misschien allemaal wel ergens in een stad of in een dorp, de Eindhoven staat met een T. Dat is geen typfout. Dat is vernoemd naar deze man, Willem Eindhoven, die in Leiden het eerste ECG-apparaat heeft gemaakt en daar uiteindelijk in 1924 de Nobelprijs voor heeft gekregen. En daar linksboven ziet u een medewerker die aan een apparaat zit, een voet in een zoutoplossing, een arm in een zoutoplossing. Daar heeft hij kogeltjes voor en dan een heel groot apparaat, de galvanometer. En daarmee is het eerste ECG gemaakt. Een leuk stukje historie. En dit is een weergave van een van de eerste ECG's die Willem Eindhoven gemaakt heeft. En die heeft aan die topjes en piekjes heeft die letters toegekend die we nog steeds gebruiken. Maar goed, dat is geschiedenis, maar toch wel even leuk om een keer te zien, denk ik. Nou, wat is nou boezemfibrilleren? Boezemfibrilleren is de situatie waar er in de boezems, vandaar de naam, onregelmatig gevuurd wordt. En dat is vooral een ziekte van de linkerboezem. En ik heb u verteld dat dat steeds vaker voorkomt. En waarom komt het steeds vaker voor? Omdat we met z'n allen ouder worden. En er zijn nog wat factoren waar ik daar dadelijk op inga. Dus nu hebben we niet meer alleen in de rechterboezem de sinusknoop gevuurd. Nee. Overal komen stroompjes vandaan en de sinusknoop die wordt daar helemaal door overstemd en die houdt zijn mond. Nou, ik zei u al dat dat heel veel voorkomt. Niet zoveel bij jonge mensen, maar dus vooral iets wat bij oudere mensen veel voorkomt. En waarom komt het nou zoveel voor? Nou, u ziet hier een serie oorzaken van boezemfibrilleren. Want boezemfibrilleren vind ik eigenlijk niet een ziekte, het is meer een verschijnsel. Net als koorts niet. Een ziekte is koorts is een verschijnsel van corona of van een longontsteking of van blaasontsteking. En zo zijn er een hele hoop ziektebeelden die gepaard kunnen gaan met een onregelmatige hartslag. De hoge bloeddruk zie ik bij ongeveer 50% van mijn patiënten. Uiteraard zijn het wat oudere mensen, maar dat is, noemen we maar geen ziekte. Slaap-apneus-syndroom is een heel belangrijk iets, maar ook kransslagaderziekte kan gepaard gaan met boezemfibrilleren. Ja, alcohol, longziektes, hartklepafwijkingen. Een hele reeks van oorzaken die allemaal hetzelfde gevolg hebben, een onregelmatige hartslag. En daarom is dit ook een stelling. Hè? Dus boezemfibrilleren is meestal een gevolg van een onderliggend probleem. En een van de problemen die met onze stijgende welvaart steeds vaker voorkomt, is overgewicht. Dat is echt een epidemie in Nederland, in de westerse wereld. En dat kan weer leiden tot slaap-apneus-syndroom, hoge bloeddruk en suikerziekte. En dat kan weer kansslagaderziekte geven. Dus dat overgewicht is een belangrijke oorzaak van boezemfibrilleren. Ik zei al, het is een leeftijdsafhankelijk iets. Hier ziet u een schema van een aantal grote studies bij grote patiëntenbevolking. Groepen, dat is ook niet zo belangrijk, maar het gaat om de blauwe lijn. Je ziet hoe ouder wij worden, hoe vaker boezemfibrilleren voorkomt. En dat is niet een ziekte aan zich, maar als je ouder wordt, gaat die boezem veranderen en dat maakt een ideale situatie voor het ontstaan van boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren aan zich is niet
levensbedreigend. Je kan heel oud worden met boezemfibrilleren, maar bij boezemfibrilleren kan één ding veel optreden en dat is stolsels. En als je een stolsel in je hart hebt, kan dat met de bloedstroom meegaan en dat kan tot gevolg hebben dat er een herseninfarct optreedt. En hier ziet u een CT-scan en daar hoef je geen dokter voor te zijn om te zien dat daar linksboven iets niet in orde is. Daar is een herseninfarct. En die herseninfarcten zijn buitengewoon vervelend, omdat die aanleiding kunnen geven tot ernstige verlammingen en ongemak. En elke patiënt met boezemfibrilleren zal dus ook gescreend moeten worden wat het risico is op dit soort verschijnselen. Als je een onregelmatige hartslag hebt, kan het leiden tot een wat minder pompen van het hart en vermoeidheidsklachten. Je kan last van hartkloppingen krijgen, maar nogmaals, het allerbelangrijkste wat kan optreden zijn stolsels. En tot voor een jaar of 30 geleden was er maar één therapie voor boezemfibrilleren. Ik weet niet of er botanische kennis in deze zaal aanwezig is. Digitaal, ja, heel goed. Ja. Vingerhoedskruid. En vingerhoedskruid is de bron van een medicament, digitalis. Dat is een gezuiverde vorm en ik weet ook zeker wat er in het pilletje zit. En dat leidt tot een vertraging van de hartslag. En dat wordt nog steeds gebruikt. En dat wordt volgens mij al 200 jaar gebruikt daarvoor. En dit is echt mijn achtergrond. Wat kunnen we doen aan boezemfibrilleren? Nou, we kunnen een aantal zaken met u bespreken. We kunnen het normale hartritme herstellen. Dus dan krijgen we weer dat sinusritme, wat ik in het begin vertelde. We moeten uiteraard, en misschien had ik dat op één moeten zetten, voorkomen dat er stolsels ontstaan. Als we een normaal ritme hebben, gaan we trachten om te voorkomen dat het boezemfibrilleren weer gaat ontstaan. Het voorkomen van boezemfibrilleren. Maar dat is niet bij iedereen nodig, dat zal ik u dadelijk laten zien. Er is ook een hele mooie strategie mogelijk bij veel mensen, dat we het boezemfibrilleren accepteren. Dus we gaan aan het boezemfibrilleren aan zich niks doen. Maar we zorgen dat de hartslag, dus de hartslag in de kamers, rustig is. Ik kom daarop terug. Nou, hoe kunnen we iemand van met boezemfibrilleren, dat niet vanzelf overgaat. De meeste aanvallen, zeker in het begin, gaan vanzelf over. Maar als het blijft bestaan, hoe kan je dan weer het normale ritme terugkrijgen? Nou, dat kunnen we doen door wat wij noemen een cardioversie en wat jullie als patiënten vaak een schok noemen. Patiënten worden in een korte narcose gebracht en met twee paddles wordt er een stroom door het hart gestoten, waardoor alle onregelmatige hartslagen uitdoven en het normale sinusritme weer kan hervatten. Dat gebeurt op ongeveer deze manier. Twee pijls die op het hart worden, op de borst worden gezet. En dat gebeurt uiteraard onder narcose. Anders doet het pijn. Ik ga er verder niet op in. Het kan ook soms met medicamenten. Dus dan krijg je een infuus waarbij je een bepaald medicament krijgt ingespoten. Wat leidt tot het herstel van het normale ritme. Goed. Dat is op zich niet zo heel interessant om daar veel verder over door te gaan. Ik heb het al gezegd, stolselvorming is het belangrijkste om te voorkomen. En we kunnen bij elke patiënt bepalen wat zijn risico op boezemfibrilleren aan zich is. Dat komt meestal, ik weet eigenlijk niet meer of ik dat in deze dia's heb, maar meestal zijn er bijkomende zaken die maken dat je een hoger risico hebt. Vrouwen hebben een iets hoger risico, hoe ouder je bent, hebben een hoger risico. Mensen met suikerziekte hebben een hoger risico. Hart hebben een hoog risico. En zo hebben we een soort tabel waarin wij kunnen zien wat het risico is. Als je een verhoogd risico hebt op stolsels, zal het advies zijn om het bloed te verdunnen. Dat ging vroeger altijd via de trombosedienst. Syntrom, dat woord kent u misschien nog wel, of Marco Mark. Maar er zijn tegenwoordig nieuwe antistollingsmiddelen die net zo effectief zijn, die wel twee keer per dag moeten worden ingevoerd. En daarmee is de kans op het ontstaan van een herseninfarct bijna nul. Dus dat is een goed oplosbaar probleem. Voorkomen is beter dan genezen. Ik vind het ook belangrijk om, als mensen kans hebben om een normaal ritme te behouden, om dan te trachten te voorkomen dat het boezemfibrilleren opnieuw ontstaat. Dat is de derde poot die ik wil bespreken. Nou, hoe kan je dat doen? Dat kan je doen door medicijnen. Dagelijks medicijnen in of twee soorten medicijnen. Dat is niet zo'n heel groot succesverhaal bij de meeste mensen.
ongeveer 50% van de mensen heeft binnen een jaar weer boezemfibrilleren. En mijn vak is om dat met katheters te doen. En dat ga ik zo uitleggen. Binnen de cardiologie heb je weer verschillende subspecialisaties. In dit ziekenhuis werken ongeveer 20 cardiologen. En ik samen met 3 collega's, wij vormen een groepje mensen die zich speciaal met ritmestoornissen bezighouden. Dat noemen we elektrofysiologie. En een van de dingen die wij doen is katheterablaties. En dat ga ik nu uitleggen. Heeft u al gezien. Boezemfibrilleren is het onregelmatig vuren, met name uit de linkerboezem. En nou ga ik die linkerboezem even opnieuw bekijken. De linkerboezem ontvangt zijn bloed vanuit de longen. In de longen komt zuurstof in het bloed. En via longaders, de meeste mensen hebben er 4, komt het zuurstofrijke bloed in de linkerboezem. En vanuit de linkerboezem naar de linkerkamer en dan de... Goed, maar we gaan het hebben over de linkerboezem. 4 longaders. En hier ziet u een plaatje, een CT-scan, daar kunnen we 3D van maken. En dan ziet u aan de achterkant, dit is een foto van de achterkant, ziet u hoe groot die longaders zijn. Dat is niet zo verwonderlijk, want de hele bloedsomloop moet er doorheen. Maar dat zijn 4 longaders. Voor de geïnteresseerden, daarboven zit de longslagader. Het hart is opgebouwd uit spier. De linkerboezem is een deel van het hart, heeft dus een wand van spier. En nou is het zo dat rondom die longaders, ik heb hier trachten te tekenen, zit een klein manchetje van spierweefsel. Dat moet u echt als een cirkel eromheen zien. Dit is een doorsnede, maar rondom het begin van die longader, of het einde, zo kan je eigenlijk ook zeggen, zit een manchetje van spier. En die spelen een essentiële rol in het ontstaan van het boezemfibrilleren. Want je ziet er dat manchetje, en u ziet, dat heb ik daar getekend in het rood, dat zijn de plekjes waar die abnormale prikkels vandaan komen. Ja? Nou, en als we nou een katheter, zoals je daar rechtsonder ziet, zo'n cirkelvormig lassokatheter, in die linker boezem brengen en dan in een van die longaders steken. U ziet daar blote stukjes metaal zitten op dat kathetertje. Daar kunnen we de stroom mee zien aan de binnenkant, het hartfilmpje van de binnenkant. En dan wordt het wat ingewikkeld, maar ik heb er een dikke pijl bij gezet. U ziet daar het ECG, het hartfilmpje van die lassokatheter. En we zien daar abnormale prikkels, dat zijn die kleine zwarte pijltjes. En wat we zien daarna in het normale hartfilmpje, is dat er boezemfibrilleren ontstaat. Dus hier zien we boezemfibrilleren ontstaan op het moment dat er abnormale prikkelvorming is in die longader. Nou, van daaruit is een behandeling ontwikkeld. Ik heb hier getekend aan de linkerkant een stukje van de linkerboezem. En daar ziet u een gat. Want in dat gat komt de longader uit in de linkerboezem. Ja? Aan de rechterkant heb ik een beetje primitief een slangetje getekend. Een katheter met een blauw puntje. We kunnen vanuit de lies naar boven gaan, naar de rechterboezem. En door de wand heen naar de linkerboezem gaan. En dan een slangetje daar bij die longader neerleggen. En als we dat tipje, blauwe tipje warm maken, ontstaat er een litteken. Dat is een rode litteken. Dus we maken een litteken in de boezemband. En als we dat nou helemaal eromheen doen, dan krijgen we de situatie rechtsonder. U ziet daar weer dat tekeningetje van die longader met zijn manchet van spierweefsel. En nog steeds vuurt hij dat manchetje. Maar doordat we er een ringetje omheen hebben gelegd van litteken, kunnen die prikkels niet meer naar de linkerboezem gaan. En als je dat bij alle longaders doet, dat noemen we isolatie, elektrische isolatie, kunnen die prikkels niet meer naar de linkerboezem. En op die manier kan je dus voorkomen dat deze patiënt opnieuw boezemfibrilleren krijgt. Nou, we werken in praktijk niet met dit soort primitieve tekeningen, maar we hebben een hele mooie apparatuur. U ziet daar rechtsboven een afbeelding zoals wij die elke dag maken van de linkerboezem. En met de rode bolletjes kunt u zien dat we daar litteken hebben gemaakt rondom die longaders. En we doen het dus niet,
we doen het liever per paar dan individueel. En dit gebruik wel. Even een uitstapje. Dit was met warmte. We maken het litteken warmte. Met warmte maken we litteken. Je kunt het ook met kou doen. Met cryo, met vriezen. Dit is een ballon. En die ballon die wordt min 70 graden. En je ziet hier al heel goed uitgetekend dat die ballon de longader afsluit. Op de contactpunten gaat die koude naar de spier toe. En krijg je een litteken door kou. Immers, als je met blote vingers over de Noordpool loopt, dan krijg je ook behoorlijk litteken aan je vingers, zou ik maar zeggen. Nou, zo gebeurt dat hier. Dus dat is een andere methode. Dit is een invasieve manier, een ingreep om boezemfibrilleren te voorkomen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Als je boezem ontzettend groot is, of je boezem is heel ziek, dan kan je dit wel proberen, maar dat lukt niet meer. Dit is een hele effectieve therapie bij relatief jonge mensen. En bij ons wordt die relatief jong steeds ouder overigens. Leeftijd zegt niet altijd alles, het gaat over hoe de patiënt in zijn geheel is natuurlijk. Maar vooral de aanvalsgewijze vorm van boezemfibrilleren, die is hier, reageert er heel goed op. Maar als je nou een patiënt hebt die heel langdurig boezemfibrilleren heeft, of heel vaak gecardioverteerd moet worden, die schokken moet krijgen, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, genoeg. Dit gaat niet meer leiden tot langdurig normaal ritme, we gaan de boezemfibrilleren accepteren. En is dat slecht? Nee, helemaal niet. Ik heb u al verteld, voor boezemfibrilleren ga je aan zich niet dood, als je maar goed zorgt voor de antistol. Maar mensen kunnen er last van hebben. Maar of je nou alles op alles zet om dat normale ritme te behouden, of je accepteert de boezemfibrilleren, dat maakt op het levensverwachting niet veel uit. Nogmaals, mensen kunnen heel veel last hebben van boezemfibrilleren. En dat is al op zich al voldoende reden om er iets aan te willen doen. Als je dat doet, als je zegt van we accepteren dat het hart onregelmatig is, zou je wel ervoor moeten zorgen dat de hartritme rustig blijft. En dat kunnen we doen met medicamenten, bijvoorbeeld dat Digitalis, wat het algemeen herkend werd hier, dat middel zorgt ervoor dat de hartslag rustig blijft. En boezemfibrilleren wat langer bestaat, wennen mensen aan. Aanvalsgewijs boezemfibrilleren vinden de meeste mensen verschrikkelijk, maar permanent boezemfibrilleren kunnen mensen heel goed aan wennen, zeker op oudere leeftijd. Hier ziet u een hele beroemde studie. Ik wil niet op de details ingaan, maar u ziet twee lijntjes. Eentje, de bovenste, dat is rhythm control. Dat zijn mensen die de ene pil naar de andere kregen om te zorgen dat hun hartritme rustig en normaal bleef. En daaronder mensen die gewoon een paar pilletjes kregen om het hartslag rustig te houden. Er werden dus geen cardioversies meer gedaan. De bovenste groep kregen steeds cardioversies. De onderste groep kreeg middelen om de hartslag rustig te houden. En u ziet in de overleving, maakt het geen enkel verschil. En dit is een heel beroemd onderzoek en dat is, heeft wel geleid tot veranderingen in het beleid. Ik heb u net verteld, ik ga niet meer helemaal terug, want dat is te ingewikkeld, hoe de stroom van de boezem naar de kamer gaat. Daar had ik zo'n bolletje getekend met zo'n trappetje erop. Bolletje met dat trappetje eronder, dat heet de AV-knoop. Een andere naam is de bundel van His. Dus de bundel van His is het gebied waar de stroompjes vanuit de boezem naar de kamer gaan. En ik was niet geheel toevallig in de buurt van de Pyreneeën. En daar kwam ik dit bordje tegen. En, dat is zo'n dorp zoals je dat alleen maar in Frankrijk hebt. Drie huizen en een gemeentehuis. U kent dat wel, hè? Nou, dat is het dorpje His. He, dus hier heb ik dat weer betekent, de bundel van His. En we kunnen die bundel van His met eenzelfde soort katheter die aan de tip warm wordt, uitschakelen. Dat is een vrij eenvoudige ingreep waarbij je vanuit de rechterlies naar die bundel van His gaat. Je legt hem er tegenaan, je maakt het warm en dan gaat die bundel van His weg. Mensen die dus boezemfibrilleren hebben, hebben dan geen snelle hartslag meer, want er wordt immers niet voortgeleid naar de kamer. Dat kunnen we niet ongestraft doen. Want dan hebben de mensen een heel traag hartritme, of bijna geen hartritme. Dus je zult eerst een pacemaker moeten implanteren. Nou, dat is ook niet het einde van de wereld. Maar een pacemaker
is een relatief klein apparaatje wat routinematig wordt ingebracht tegenwoordig. Dat doen we dan. En 4 weken later branden we die bundel van HIS door. En dan kunnen mensen zonder tabletjes een rustige hartslag houden. Dat is een hele, hele, hele effectieve therapie. En dan ben je door en uit. Je zit nog geen minuut tussen. Het is echt ongelooflijk klein door. Ja. Goed. Ik wil nog wat algemene opmerkingen maken. Ik ben ervan overtuigd dat boezemfibrilleren, het is een gigantisch probleem, dat dat voor een heel groot deel een vermijdbare ziekte is. En daar zijn we met z'n allen heel slecht in. Hoge bloeddruk en overgewicht zijn 2 factoren die ongelooflijk van belang zijn bij het ontwikkelen van boezemfibrilleren. En die zijn vermijdbaar. Als we een gezondere leefstijl hebben, hebben we een lagere bloeddruk, hebben we een lager gewicht en dat voorkomt boezemfibrilleren. Antistolling bij een verhoogd risico op stolsels. Heel, heel, heel erg belangrijk. En aspirine doet niks. Ik noem dat altijd een pilletje voor de dokter. Nee, dan denkt de dokter, hij doet iets. De patiënt denkt dat de dokter iets doet, dus dat is ideaal. Maar het is eigenlijk flauwekul. Dus ter voorkoming van een stolsel door boezemfibrilleren is aspirine ongeschikt. Dat is iets anders, voordat ik daar vragen over krijg. Als je een vernauwing hebt in het bloedvat naar het hoofd, dan moet je wel aspirine gebruiken. Maar voor dit is het. Niet iedere patiënt is erbij gebaat dat er onophoudelijk en heel vaak een cardioversie wordt gedaan. In dat soort situaties moet je je afvragen of het niet beter is om iemand een tijd te gunnen om te wennen aan zijn onregelmatige hartslag en dan het hartritme te regelen met pilletjes of met zo'n HIS-ablatie. Nou, en patiënten die echt een goede kans hebben om normaal hartritme te bewaren, die komen wat mij betreft heel snel in aanmerking voor een ablatie, dus die longaders isoleren en niet eindeloos met allerlei medicijnen te trachten om het normale hartritme te bewaren. Volgens mij ben ik er. Dokter Scholten, dank u wel. Dank u wel. Het is tijd voor de pauze. Even nog 1 kleine opmerking. Ik zie een aantal mensen van alles opschrijven, lekker noteren. Helemaal prima, maar weet dat dit wordt opgenomen en over 2 weken staat site. Dus dan kunnen jullie het allemaal lekker nakijken en nalezen. Dus schrijf lekker door als u dat fijn vindt, maar u kunt het rustig nalezen. Goed, tijd voor de pauze. We gaan nog even een rondje doen. Bij alle steentjes en vergeet de koekjes niet bij de Hartstichting. Erg lekker. Ja, graag tot zo. We gaan beginnen. We gaan aftrappen voor de tweede helft. Dat betekent dat we zo dadelijk eerst even gaan luisteren naar dokter Van Worst. En we gaan praten met degene die daarna aan de beurt is. En dat is dokter Lynch. En die komt er even bij me staan, als het goed is. Ja. Applaus voor dokter Lynch. Hoe voelt dat? Goed. Ja, want cardiologie. Dat is een vak wat, ja, wat ook op uw lijf geschreven is. Waarom bent u cardioloog geworden? Om het even goed te zeggen, ik ben geen cardioloog, maar ik ben een cardiothoracaal chirurg. Leg even uit dan. Wat wij doen is dat wij dus eigenlijk de hartoperaties uitvoeren. En de cardioloog die doet, wat dokter Van Horst net zei, het onderzoek, de beeldvorming en het deel van de behandeling van de ritmestoornis. En wij doen echt de hartoperaties, als er een reparatie moet gedaan moet worden of eventueel omleidingen moeten volgen aan de benen. Klinkt logisch, hè? En goed, knap ook, heel knap. Want u was wel zo'n technisch jongetje die met zo'n met van die knutselknuisjes altijd bezig was. Dat klopt. en waar moet ik dan aan denken? Nou ja, oude brommers en dat soort dingen. Brommers, fietsen en dat soort dingen, dat je vanaf jongs af aan aan het knutselen bent. En, ja, dat... Op een oude fiets moet je leren, hè? zeker. Sinds wanneer werkt u hier in het MST? Ik ben januari dit jaar hier begonnen,
als thoraxchirurg ben nu chef de kliniek hier. En dat voelt heel goed aan. Het is een leuke kliniek, leuke collega's. Ze zijn heel betrokken. Dr. Verhorst legde er net ook uit. Afgelopen weekend hebben we dus samendienst gehad. Dus nou een patiënt. En dan de patiënt samen besproken, samen een plan gemaakt. En dat voelt heel goed aan. En waar werkte u hiervoor? Ik heb mijn opleiding in Amsterdam gedaan, in het AMC. Daarna ongeveer een jaar in Breda gezeten en daarna ben ik dus hier begonnen als chef de kliniek. Chef de kliniek in Twente. En hoe bevalt het in Twente? In het begin was het even wennen. Vertel, waar moet je dan naar wennen? Nou, eer aan de mensen. Kijk, als je in Amsterdam en opereert, is het toch wel een heel andere categorie patiënten. Wat je hier opereert is toch wel anders, de mensen zijn ook anders. Hoe anders dan? Nou, je ziet iets meer overgewicht hier dan... maar ook de feeling noemen we dat van het hart. De mensen zijn gewoon anders hier. En dan moest ik even wennen, even inkomen, dus echt heel voorzichtig. En dat gaat nu wel goed. Jullie zijn elkaar gewend? Intussen? Zeker. En lekker blijven hier in Twente? Ja wel. En word je Twents al? Lukt dat al een beetje? Dat gaat nog moeilijk. Maar ik denk, als ik langer hier blijf, dat het wel goed zal komen. Maar u verstaat ze toch wel, hè? Jawel, dat lukt wel. Ik moet wel iets harder mijn best doen en natuurlijk goed luisteren. En op een gegeven moment dan begrijp ik wel. Kijk, dat gaat helemaal goed komen. Geef hem een warm applaus. Ja, dames en heren, en dan ga ik u ook nog even voorstellen. Ja, dokter Verhorst begint zo dadelijk, maar ik wil u heel graag voorstellen aan de vierde en laatste spreker van vanavond. En dat is Suzanne ten Harkel en zij is verpleegkundig coördinator hartrevalidatie. Nou, hoe mooi klinkt dat? Ja, Suzanne, blijf nog even zitten hoor. Ik heb een klein verhaaltje over jou. Suzanne, dames en heren, die is geboren in Enschede, hier in het MST. En ze is opgegroeid in Rietmolen. En een heel klein dorpje, zegt ze, en dat is hartstikke leuk. Als je klein bent, dan kun je heerlijk buiten spelen. Maar daarna, dan lonk toch een beetje meer het grote Haaksbergen. Hè? Waar je nu woont. Ja, en waar ze heel gelukkig is met man en twee jonge dochters. Want de jongste is, hoeveel maanden zei je? 11 maanden, dus babydochter. Zegt ze, ik hou van mijn werk. We hoorden het net ook van dokter Lynch. Het is een hele leuke club. Heel veel samenwerking, iedereen is gelijk. Iedereen is enthousiast, lekker met zijn vak bezig. Dus zegt ze, ik heb hele leuke collega's, ik heb heel leuk werk. En ik word er blij van als ik mensen weer op het goede spoor kan zetten. Als ik ze weer vertrouwen kan geven in hun lichaam. Als ik vragen voor ze kan beantwoorden. Nou, dan ga ik blij naar huis. En dan lekker met de hond wandelen, want dat doet ze ook heel graag. Dus die biofitness, dat zit er wel een beetje in, hè? Dat is wel een dingetje bij jullie. Ja, dat is mooi. Goed, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar... want ik nodig u uit. Wilt u mijn microfoon of uw eigen microfoon? Ja? Succes. Aan mij de eer om het vervolg te geven aan de avond... En het is al wat later geworden, dus ik heb heel weinig tekst en heel veel plaatjes. En ik begin iets te vertellen over president Kennedy, die kent u misschien nog wel. Die heeft in 1962 ooit gezegd tegen de Amerikanen, we gaan naar de maan toe. En dat gaan we niet doen omdat dat makkelijk is, omdat het heel moeilijk is namelijk. En dat zorgt ervoor dat het beste uit ons wordt gehaald. En dat is ook wat wij elke dag proberen. En daar begint het filmpje mee. Met een hoop lawaai, maar dan bent u weer een beetje wakker voor mijn presentatie. Schrik niet. 20 seconds and count. 15 seconds and count. 12. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9. Het MST is verantwoordelijk voor het geluid weer. In ieder geval, wat u hier ziet is de lancering van Apollo 11.
met aan boord Neil Armstrong als kapitein. En er is heel veel jaren van investeringen aan vooraf gegaan. En wij hebben natuurlijk binnen de cardiologie ook heel veel dank aan de ontwikkeling binnen de ruimtevaart die wij ook, die omgezet zijn in technieken die wij ook dagelijks gebruiken in ons eigen ziekenhuis. En daar gaat ook een beetje mijn presentatie over. En we gaan even uit de lucht hier. Hou je klep betekent niet dat u stil moet zijn, maar dat betekent dat we proberen sommige patiënten die last hebben van een lekkende hartklep, ervoor te zorgen dat ze die klep kunnen behouden zonder operatie. Waar het over gaat is, wat ik u in het begin van de avond heb verteld, de klep die zit aan de linkerkant van het hart, dat is een uitvergroten plaatje. Dr. Scholz had het net al over de linkerboezem. En met die longslagaders hier naar binnen komt, waar hij die ablaties uitvoert. Wij zitten iets lager met ons team. Wij zorgen ervoor dat het probleem met deze klep wordt opgelost. Die klep die gaat de hele dag open en dicht. En die kan aanleiding geven, als je niet goed sluit, tot de lekkage van de klep. Ook wel insufficiëntie genoemd. En die klep heet de mitralisklep. Wat zijn nou de gevolgen? Daar wil ik eigenlijk niet veel bij stilstaan. Maar als het bloed teruglekt, dan lekt het eigenlijk richting de longen terug. En de voornaamste klacht die je hiervan krijgt van de lekkende hartklep is kortademigheid. Er zijn nog een aantal andere klachten, maar daar ga ik nu niet even verder op in. Maar dat is eigenlijk het voornaamste wat ik daarover wil zeggen nu. En hier ziet u met een echobeelden van de hartklep die we maken via de slokdarm. Daar kom ik zo op terug. En u ziet hier aan de onderkant die hartklep zitten. Dit hierboven is de linker boezem, de linker voorkamer van het hart. En de grote gele vlam die u ziet hier is het lekken van de klep. Dus het bloed hoort eigenlijk niet terug te stromen. Maar hier is sprake van een ernstige lekkage van de klep. Uiteindelijk doen we ons programma Klip en Klaar. Dat wil zeggen dat we de klip gaan zetten. En daar ga ik zo nu de komende minuten iets over vertellen. Het systeem waar we mee te maken hebben, dat zijn een hoop plaatjes bij elkaar. Ik ga hier even aan voorbij en ik ga het laten zien aan de hand van een filmpje waar duidelijk wordt wat we precies doen. Het gaat redelijk snel, ik zal proberen u toch doorheen te loodsen. Wat u zo direct zult zien is dat we via de ader richting het hart gaan, dus richting de rechterkant van het hart. En dan met behulp van een naald door het hart heen prikken naar de linkerkant van het hart om bij boven de hartklep uit te komen. Nou, het klinkt allemaal ingewikkeld, ik probeer het zo nog wat duidelijk te laten zien in het filmpje. Het heet, dat klipje wat we zetten, dat heet de mitra-klip, omdat het in de mitraalsklep wordt geïmplanteerd. Je ziet hier nog een keer de linkerkant van het hart en hier dat blauwe is de lekkende klep. Dit is het apparaat wat gebruikt wordt om die klep te implanteren. Dat is een vrij technisch apparaat. En er wordt bediend door twee cardiologen tijdens de procedure. En dat, wat we doen is dat we via de lies met een draadje richting het hart gaan. Dan gaan we met een naald door het hart heen naar de linkerkant van het hart. En dan komen we boven de hartklep uit, boven de linkerboezem. Via dat buisje laten we hier zitten en door dat buisje komt dat klipje heen. En dat klipje kunnen we aan de buitenkant sturen. Het zijn twee cardiologen die sturen. Er is één cardioloog die door middel van de echo zegt waar ze naartoe moeten. En dat kan naar voren, dat kan naar achteren zijn. Dus we kunnen vanaf buitenaf, buiten het lichaam, de klip sturen. Naar voren en naar achteren. En hieronder zit u de klep die lekt. De mitralisklep. Hier gaat het klipje open. En dan zit hier een soort vissenbekje verschijnen. We zitten nu boven de klep. En wat we willen proberen is dat we precies in het midden die klep gaan pakken. Twee stukjes van de klep. Hoe gaat dat in zijn werk? We gaan met de klep nu het hart in. Het klipje staat open. En op de terugweg proberen we twee van die klepblaadjes te pakken. Er is nog steeds een beetje lekkage. We kunnen het ook weer losmaken, de klep. We gaan weer terug. En bij opnieuw een poging om het klepblaadje te pakken, zorgen ervoor dat de klep nu helemaal weer waterdicht is. We kunnen hem niet helemaal dicht maken, maar in plaats van dat vissenbekje is een soort brilletje ontstaan met twee openingen waarbij het midden van de klep vast zit. En daarmee is de lekkage weg.
We kunnen natuurlijk niet in het hart blijven, dus dat buisje gaat weer los. Dat gaat uit het hart weer. Dat gaat eigenlijk allemaal zonder klachten, zonder symptomen. En dat clipje blijft zitten in het lichaam van de patiënt. Gaat ook niet los en dat zal op een gegeven moment vergroeien met weefsel van het menselijk lichaam. Dat herken je dan eigenlijk niet meer terug. En dat gaat ook niet los. Dat is niet de bedoeling. Dat gebeurt ook eigenlijk niet in de dagelijkse praktijk. Dus het is eigenlijk een hele elegante manier om zonder operatie de lekkage te verhelpen. Hier de lekkage voor de ingreep en met het clipje de lekkage die weg is. Mensen worden normaal gesproken geopereerd aan de lekkende hartklep. Welke patiënten komen daar nu voor een aanmerking? De mensen die in principe niet operabel zijn, die dus een verhoogd risico hebben op complicaties of overlijden tijdens de gevolgen van een operatie, waarbij we met behulp van zo'n clipje een operatie kunnen vermijden. De patiënten komen in principe meestal op zondagavond het ziekenhuis. Maandag wordt meestal de procedure uitgevoerd bij de patiënt en de meeste mensen zijn woensdag weer thuis. Dat is echt ongelooflijk. We doen dat met een heel team. Met allerlei soorten specialisten die daarbij aanwezig zijn. En we doen het, dat is vrij kostbaar, want we zijn met 3 cardiologen bezig om die clip te implanteren. Deze persoon kent u misschien nog wel. Jonge mensen is het onbekende figuur, maar het zijn 3 kapiteins. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat ik eigenlijk de kapitein ben, dat mag ik graag horen natuurlijk. En dat er 2 stuurmannen zijn. Want ik ben degene die de echo bedient en mijn 2 collega's zijn degene die de clip bedienen. Dus wat mijn 2 collega's doen, die staan bij de patiënt. Hier ziet u dat een voorbeeld van een foto waarbij 2 cardiologen dat apparaat besturen aan de buitenkant. En die kijken voortdurend naar het scherm waarbij ze met röntgen kunnen kijken waar ze precies zijn in het hart. En met behulp van de echobeelden die ik maak via de slokdarm van de patiënt. Waarbij de echo achter het hart zit via de slokdarm. Daar zal ik u zoiets over vertellen. En op basis van de beelden de clip kunnen sturen. Dus wat zij doen is dat zij, de 2 cardiologen, deze machine bedienen. En het moet zijn ongeveer 200 handelingen nodig voordat het ding überhaupt gebruikt kan worden. Dus over de verpleging die betrokken is bij de procedure wordt veel technische inzet verwacht. En er mag geen fout worden gemaakt. Dat is natuurlijk niet doordat de boel vast komt te zitten in de patiënt tijdens de procedure. Aan het uiteinde van die slang, zeg maar, zit dat clipje. Nou, de belangrijkste man ben ik natuurlijk zelf. Wij kijken met behulp van echobeelden. En dat doen we met behulp van een heel inventief systeem. Dat is deze slang, aan het uiteinde zit een echo op. Die gaat via de slokdarm naar binnen bij de patiënt die in slaap is. En via de beelden die we kunnen maken, kan ik aangeven tegen mijn collega's linksaf, rechtsaf, voor, achter, naar beneden of naar boven. Het is eigenlijk heel eenvoudig op die manier. Maar goed, we zijn met een groot team op de operatiekamer waar we dat doen. En het is allemaal heel technisch, maar gelukkig tot nu toe ook een hele veilige ingreep. Die ook door ook oudere mensen, echt ook boven de 90 zelfs, goed wordt doorstaan. Gelukkig. Wat doen we nou precies voordat we de clip gaan plaatsen? Dat kijken we eerst natuurlijk hoe ernstig lekt de clip. Je ziet er nogmaals, we kunnen met die slokdarm echo beelden die ik dan maak, waarbij hier weer de onderkant het hart zit en aan de bovenkant de boezems. Dit zijn eigenlijk plaatjes van dezelfde klep in 2 richtingen. En die vlam die je hier ziet, die gele vlam, is het lekken van de klep. En het bloed moet eigenlijk rechtsaf de aorta in, de lichaamsslagader in, maar lekt terug in een grote hoeveelheid en dat geeft aanleiding voor die kortademigheidsklachten. En hier ziet u rechts die vlam en hier ziet u links dat er een stukje zwart tussen zit, zodat die klep niet goed sluit. Hij sluit niet helemaal tegen elkaar aan en waardoor er dus bloed tussendoor kan en de verkeerde kant op gaat. Met behulp van die nieuwe technieken die we tegenwoordig hebben, kunnen we zelfs 3-dimensionale beelden maken live. Dus op de operatiekamer kunnen we zien, kunnen we die klep bekijken vanaf de bovenkant. Hier zie je dat heel fraai. Dus zijn 3-dimensionale beelden tijdens de ingreep, waarbij hier die mitrale klep te zien is. Die staat uit een voorste deel en een achterste deel.
Maar goed, we vinden deze avond altijd een beetje chagrijnig gezicht. We noemen het ook wel de Angela Merkel opname. Ik weet niet of Dennis het goed vindt. We zitten al erg dicht bij de grens, maar voor mij... En we kiezen liever voor de Rutte-opname. Dus dan draaien we de beelden op en dan krijgen we de smiley. En daar word ik ook zelf een beetje vrolijk van. En wat we gaan proberen is in het midden dit stukje van die klep en het achtste stuk van die klep te pakken. En daarmee zeg maar dat brilletje te veroorzaken. Nu hebben we hier nog een soort vissenbekje. Maar wat we eigenlijk willen aan het einde van de procedure is een zichtbaar brilletje. Dus de middelste deel wat we vast hebben. En er moet natuurlijk aan de weerskant natuurlijk wel een opening blijven, anders komt er geen brilletje naar binnen van zelf. Nou, daar is een hele indeling voor, kunnen we die even aan voorbij gaan. En dan gaan we die clip plaatsen. Het is niet toevallig, maar collega Scholten assisteert bij deze procedure, die is een van de stuurmannen. En dit is een beetje een ingewikkeld plaatje, maar wat hij doet, en dat is best wel een gevaarlijke ingreep, maar hij heeft het al zo vaak gedaan dat het eigenlijk voor hem kan bijna met zijn ogen dicht, maar het is niet zonder risico. Hij moet vanaf de rechterkant moeten we door dat hart heen naar de linkerkant toe. En dat doet hij met een naald. En die duwt hij tegen de tussenschot aan. En dan krijg je een soort tentje hier, waarbij we met echo kunnen zien dat hij op de goede plek zit. Als hij iets naar rechts gaat, daar zit de aorta. Als hij daarin prikt, dat is niet gezond voor de patiënt. Dus het is heel belangrijk dat we hier goed samenwerken. Het is een beetje futuristisch, maar we hebben allemaal koptelefoons op, zodat we voortdurend met elkaar kunnen praten. En elkaar kunnen vertellen wat we aan het doen zijn. En op een gegeven moment zeg ik van, de positie is goed. We kunnen dat zelfs nog, we moeten precies meten. Dat we niet te hoog en niet te laag zitten. En op het moment dat ik zeg van, nou het ziet er goed uit. Dan gaat collega Scholten verder en dan gaat hij door het hart heen. Het klinkt echt dramatisch en dat is het ook. Want hij maakt gewoon een gat in het hart. En dan komt er nog meer weer ook. En wat hij dan doet is dat hij in eerste instantie door die naald heen een draadje legt, voorzichtig. En dit is hier ben ik, met mijn slokdarmscope achter het hart. En hier ziet u het niet zo heel goed, ziet ook de draad. En dat Scholten kan dat dan zien met zijn collega wat hij aan het doen is. Maar tegelijkertijd kan ik met mijn echo een driedimensionaal plaatje daarvan maken. Hier ziet u dat. Hier zie je de klep zitten. Het is een beetje lastig te zien als u dat voor het eerst ziet. Maar hier, dit streepje hier, u moet het maar geloven. Dat is de draad. Dus je kan heel goed zien dat de draad goed zit op zijn plek. Nou, dan moet het gaatje wat groter gemaakt worden met een soort oprekmachientje. En ook dat kan ik zien. Hier komt dat naar binnen, dat tuutje. En dan kan ik niet, hij mag natuurlijk niet te ver steken, anders gaat hij aan de andere kant doorheen. En dan gaat het weer mis met de patiënt. Dus ook hier is het belangrijk dat we goed communiceren met elkaar. En dat we goede beelden maken om hun op het goede pad te brengen. Uiteindelijk komt het buisje er net komt op zijn plek, waar dan uiteindelijk de clip doorheen moet. En ook dat buisje kunnen we zien. Het is hier wat lastig te zien, voor als je dat voor het eerst ziet, maar we kijken vanaf de bovenkant en hier zit dat buisje. En dan zit het precies op de goede plek. Door dat buisje wordt uiteindelijk de clip er binnen geschoven. Die is dan nog gesloten. En uiteindelijk gaan we proberen met die clip. Komt als een soort kruisje als die open is, zie je dit mooi aan weerskanten boven de klep te hangen. We kunnen precies zien met kleur waar de lekkage zit, als de plek waar de clip geplaatst moet worden. Dus we kunnen heel mooi, als we de kleur erin zetten, het is een beetje een technisch verhaal, maar we kunnen met kleur heel goed zien waar de lekkage zit, waar de klep niet goed sluit. En we kunnen precies ervoor zorgen dat die clip boven die lekkage komt te hangen. Ook hier kunnen we switchen naar live 3D beelden, driedimensionaal. Het is echt ongelooflijk als je het voor het eerst ziet, maar hier zitten we. Hieronder ziet u weer de smiley van Rutte. En daarboven, dit is dan de clip. En die moet loodrecht zitten op de sluitlijn van de klep. Elke man die hier in de zaal zit, als je jasje niet goed sluit, met de verkeerde knoop, dan zit alles scheef en gaat alles natuurlijk lek. Dus we willen precies in het midden zitten. En ook hier kan ik commando's geven. Dat hij tegen de klok in moet draaien of met de klok mee moet draaien. En dat kunnen ze van buitenaf allemaal sturen, zodat de clip precies boven de klep komt. Dan gaan we met de clip naar binnen toe.
dit is nog steeds de linker boezem. Hier zit de clip die lekt en hieronder zit het hart. Het volgende wat er gebeurt is dat die clip straks die clipblaadje gaat pakken. En er zitten een soort haakjes aan. Het is een beetje technisch ook, maar we moeten het maar geloven. Waardoor we dat, die clipblaadjes goed kunnen pakken. En dan kunnen we het clipje sluiten. En dat we trekken als het ware de clip naar elkaar toe. En dan kunnen we het clipje losmaken. Je ziet dat in animatie gebeuren. We zitten met de clip door de clip heen. Hier zit u de clipblaadjes bewegen. En wat we gaan doen is dat we de clip langzaam gaan terugtrekken. Totdat de clipblaadjes ook niet meer bewegen. Kost altijd even wat tijd om ze te vangen, precies. Nu ziet het dat het minder goed beweegt. Ze liggen nu op de clip. En wat er straks gaat gebeuren is dat de clip dan wordt gesloten. En dan zitten de clipblaadjes als het ware gevangen in de clip. En hopelijk is daarmee dan de lekkage voorbij. Nou, we kunnen het allemaal precies met echo weer zien. En ook met driedimensionaal beelden kan je hier zien dat uiteindelijk, dat wat je wil, een brilletje is ontstaan. Hier zie je nog het buisje waar de clip aan vast zit. Maar dat er aan de weerskant van de clip nog steeds een opening zit. Ik wil de clip natuurlijk niet helemaal dichtmaken, dat moeten we goed in de gaten houden. Maar als je dan uiteindelijk kijkt, dit is nog het moment waar de clip nog vast zit aan het buisje. Maar je ziet dat er eigenlijk maar twee kleine vlammetjes zijn. Je ziet hier af en toe dat blauw wat het bloed is wat naar binnen gaat. Dus er is nog genoeg opening. En dat er eigenlijk maar twee kleine waakvlammetjes zijn aan weerskanten van de clip. En dat is acceptabel. Dus een hele lichte lekkage wordt geaccepteerd. En dus dit lijkt een goed resultaat te zijn van deze clipimplantatie. Je controleert het nog een keer. Het is eigenlijk weer hetzelfde beeld. De clip is nog steeds vast aan de... aan het mechanisme en aan weerszijden de opening met ook een klein beetje dat roodgele wat u ziet, het lekken van de clip, maar in principe zit hij goed op zijn plek. En als we helemaal klaar zijn, gaat alles hier weer uit en kunnen we aan de buitenkant beoordelen met een echo aan de buitenkant op de borstkas hoe het eruit ziet. Nou, het is een beetje lastig te zien hier, maar u moet het maar even geloven. Hier is nu de linkerboezem. En hier is de linker harthelft en dit witte wat u hier ziet, is waar de clip nu zit. Het beste is eigenlijk te zien op het volgende plaatje. Hier zie je heel mooi, dus het hart als het ware doorgesneden. Nu kijk je vanaf het ware bovenop het hart. En dan zie je dat dat clipje hier zit, in het midden. En dat aan weerskanten het brilletje open dicht gaat. Dus dat de clip nog wel open gaat aan weerskanten, maar dat het clipje mooi in het midden op zijn plek zit. Ook hier is het weer te zien, nu het hart op zijn kop en de lekkage is eigenlijk helemaal weg. Die gele vlam dat staat hier op zijn kop, is een beetje vervaar misschien, maar is eigenlijk helemaal weg. Dus de tijd waarin het kost om dit te plaatsen, dat wisselt een beetje per patiënt. Het gaat ook even om hoe makkelijk we die klepblaadjes kunnen pakken. En soms zijn we in 3 kwartier klaar, soms zijn we 3 uur aan het vissen. Maar uiteindelijk lukt het eigenlijk altijd wel goed om, om de lekkage te verhelpen. En het is zelfs mogelijk om eventueel een tweede of een derde clipje erbij te plaatsen als dat noodzakelijk mocht zijn, als er nog te veel lekkage is. Maar uiteindelijk is het een heel elegante procedure die we tegenwoordig kunnen uitvoeren. We hopen dit jaar de 50ste procedure te kunnen uitvoeren. En eigenlijk tot nu toe is dat tot nu toe ongecompliceerd verlopen. Ik zeg eerlijk dat niet iedereen een baan bij heeft, maar de mensen die een baan bij hebben die voorheen niks konden, niet eens een hond konden uitlaten om het even nog te noemen. En nu weer met hun vrouw en partner op vakantie kunnen, dat is echt wonderbaarlijk. En ja, dan weet je waar je dat voor doet. Dus uiteindelijk is het voor ons clip en klaar dat dit een goede manier van behandeling is. Ja, dat was het eigenlijk. Dat bedoel ik. Ik geef het woord nu over. U kunt hierna nog vragen stellen, geloof ik, maar nu nog niet. Aan mijn collega Lynch. Ik ga niet op die hartchirurg worden, want ons vak is veel leuker. Maar goed, hij gaat er wel goed verhaal vertellen. Ja, ik ga.
Nou, ik zal dus een deel vertellen over de chirurgische behandelmethode van de Lekker de Vitralis Club. Ons centrum is het vijfde grootste hartcentrum in Nederland. Van de 14 centra die we dus hier in Nederland hebben. En we doen hier zowel hart- als longoperaties. De meeste hartoperaties kunnen we gewoon hier in het Medisch Spectrum Twente doen. Behouden ze de aangeboren afwijking. En verder doen we de longoperaties samen met de algemene chirurgie. Vorig jaar hebben we dus ongeveer 1060 patiënten geopereerd. En daarvan zijn 185 mitrale operaties geweest. Een derde daarvan is via een minimaal invasieve methode. Is via minimaal invasieve methode plaatsgevonden. Daarop kom ik straks terug. Dr. Verhorst heeft vrij uitgebreid over de mitrale schub gesproken. Hier nog even een filmpje van hoe dat allemaal in elkaar zit. Dit is een film van dus een animatie van een normaal functionerende mitrale schelp. En straks zie je dus wat er gebeurt als die klep lekt. En dat er dus bloed terugstroomt vanuit je linkerkamer naar je linkerboezem. Hier zie je dus het bloed terugstromen naar je linkerboezem. Nou, hij is vrij kort ingegaan over klachten die je hebt bij een mitrale schelp probleem. En bij chirurgen komen dus aan te pas als deze klep heel ernstig lekt. Wat kunnen we doen als een mitrale schelp lekt? Nou, wij kunnen die klep dus repareren. Of we kunnen die klep vervangen. We zullen altijd proberen om die klep te repareren als dat mogelijk is. En wat houdt de reparatie in? Er is altijd dus een voorkeur voor een reparatie. De reden waarom we dus kiezen voor een reparatie is 1. Omdat je linkerkamerfunctie behouden blijft. 2. Als je dus een klep moet vervangen, dan heb je nog problemen bij een geïmplanteerde klepprothese die kunnen optreden. Met name de stolsvorming die je soms kan krijgen als je onvoldoende bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Of als je te veel bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dat je dus ook nog bloedingen zou kunnen krijgen. Of soms dat de klep dus niet goed functioneert. Verder is de kans op overlijden tijdens de operatie veel kleiner en de overleving is veel beter. Nou, wat houdt de reparatie in? Het doel van een reparatie is eigenlijk om de klep terug te brengen in zijn oorspronkelijke vorm. En dat kunnen we doen door middel van het verwijderen van overtollig klepweefsel, of het herstellen van uitgezakte klepslippen, of het verkleinen van een uitgerekte klepring. Dat zal ik dus hier laten zien op deze tekening. Als je naar de eerste figuur hier kijkt, links van mij, daar zie je dus een klep A met wat overtollig klepweefsel. En dan zie je dus dan op B, dan zie je dus daar dus dat we dat overtollig klepweefsel verwijderen. En dat sluiten we allemaal dus weer. En dan wordt die klep dus ietsje kleiner, het achterste blad van de klep. En dan kunnen we de klep dus verder afmaken. Op de figuur aan de rechterzijde, daar zie je dus rechtsboven, daar zie je dus een klepslip die uitgerekt is. En daar kunnen we dus kunstklepslippen gebruiken om dat weer op een normaal niveau te brengen. En op de laatste, op het laatste figuurtje, daar zie je dus dan dat we dus bij een uitgezakte klepring nog een soort artificiële of een kunstklepring kunnen plaatsen om de klepring. En hierdoor kan je dus die klepring dus weer verkleinen. Dus dat zijn allemaal technieken die wij kunnen toepassen om de klep weer sufficiënt of weer normaal te maken, zodat die dus weer normaal zou kunnen functioneren. Vervanging. Hier hebben we dus twee kleppen. De eerste is een mechanische klep en de tweede is een bioklep. Nou, daar heb ik een vraag aan jullie. Dus, jullie hebben allemaal dus de
Oké, welke van de kleppen gaat levenslang mee? Als je zegt levenslang, is het dus groen en dan moet je aangeven wel. Mechanisch is groen en rood is bio. Nou, ik zie dat er een heleboel mensen voor groen kiezen, dus dat lijkt me dus ook goed. Goed gedaan. Nou, de mechanische klep, dat is een klep die gemaakt is van carbon, dat is vrij stevig materiaal, dat slijt niet en dat gaat levenslang mee. Aan de andere kant, dus dat zie je hier aan de linkerkant. Aan de rechterkant zie je dus de bioklep. Dat is gemaakt van het hartzakje van een rund of van een varken. En dat zijn dus kleppen dus die dan wel verslijten. En beide kleppen hebben een eigen indicatie, maar daar kom ik straks terug. Ja, misschien een hele logische vraag, maar we hebben net allemaal filmpjes gezien van operaties waarbij je met een bepaalde naald door het hart heen gaat. Wordt dat gaatje ook weer dichtgemaakt? Of brandt dat vanzelf dicht? Gaat het zich vanzelf? Of wat is daar de gevolg van? Nou, degene die het meeste gaatjes maakt, is op school. Dus ik zal voor hem antwoorden. Maar gelukkig is het zo dat die gaatjes vaak weer dicht gaan vanzelf, goed weer dicht. Of zijn gaatjes zijn zo klein dat mensen daar geen last van hebben. En verder is het zo dat als we hem te groot gaan maken, dus we zijn iets te ruw, dat we het ook weer dicht kunnen maken met een soort parapluutje. Dus we hebben weer allerlei technieken om ook onze complicaties te verhelpen. Dus, maar meestal gaat het vanzelf weer over. Nou, het hart is het leven. En ik zeg van, mijn hart is voor jou, ik geef mijn leven aan jou. Het is dus, als het hart niet meer doet, dan kun je ook niet meer voor een ander leven. Dus, ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Daar moet je even over nadenken. Hartstikke goede vraag. Ik denk dat je verliefd wordt dat je hartslag omhoog gaat. Ik denk dat dat de enige relatie is.